Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Adviesgroep Mulderijverzekeringen, A28 Personeel en Opleidingen, Drukkerij Ballast en Hilbrink, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, ING, Tankstation Klok, Albert Heijn Overijn en de Businessclub Hogeveen. Ja, Kevin Kersies, dit is nog eens een flitsende start. Ah, dat is geweldig. Dit is de derby van het seizoen, gelijk de eerste wedstrijd. En dan win je met 4-0. Nou, dat is toch top. De voorbereiding, even bij jarige Tim Klooster langs. Ja. 4 jaar. Dat was de perfecte warming-up, lijkt het wel. Ja, volgens mij is hij er elke wedstrijd bij. En hij kon er vandaag niet bij zijn omdat hij jarig was. Dus zeiden we, nou dan gaan we met de selectie daarin. Nou, dan de wedstrijd tegen de Weide. Dat leeft, neem ik aan, al de hele week bij jullie en misschien al wat langer. Ja, tuurlijk. In de voorbereiding ben je daar eigenlijk al mee bezig. Dus dat is de wedstrijd dus. En dan, dan ga je vrijdags lekker op tijd naar bed en dan loont het dat je 4-0 wint. Kortom, je was echt uitgerust. Ja, ik was er klaar voor, ja. Dan even naar de wedstrijd. Die viel lange tijd tegen. Jullie hielden elkaar denk ik in evenwicht. Beiden creëerden weinig. Ja, nou ik denk zelfs dat hun het eerste kwartier ons onder druk zetten. Ik weet niet, misschien een beetje zenuwachtig of erin komen. Maar ik denk dat na de 1-0, dat viel ook eigenlijk uit het niets natuurlijk, maar ik denk dat we toen wat meer grip op de wedstrijd kregen. Na de 2-0 zagen we dat we echt gebroken waren. 1-0 viel een beetje uit de lucht, maar aan de andere kant, Jan die loert daar ook wel op volgens mij. Ja, ik zeg ook niet dat het geluk is, alleen wat daarvoor nog niet echt uitgespeelde kansen gehad natuurlijk. Maar goed, die corner vliegt er heerlijk in. Ging er in één keer in? Ja, ik zag het niet goed. Ik dacht het wel, maar ja, dat zien we terug. En dan krijg je jouw moment, hè, bij die 2-0. Dacht van, laat ik me uithalen? Ja, ik kreeg de bal van Jan en ik kapte af en ik keek nog voor de goal of er iemand stond. Ik denk, nou, ik schud gewoon. Nou, volgens mij ging het er goed aan. Dat zijn de lekkerste, hè? Ja, heerlijk. En vooral bij de 2-0, dan heb je net wat meer adem. En dan zie je bij de tegenstander dat er ook wat gebeurt. Ah, dat is belangrijk. Ja, want eigenlijk tweede helft volledig onder controle. Ja, hun hanteerden alleen maar de lange bal. En wij stonden verdedigend, stonden we goed. We hielden de linies kort op elkaar. Dus ik heb niet echt het gevoel dat hun er doorkwamen. Nee. En dan uiteindelijk rond je het nog mooi af. Die twee doelpunten, dat is net even de kers op de taart. Ja, dat is waar we voor hebben gewerkt natuurlijk. En ook goed voor het doelsaldo, maar ook belangrijk voor ons in de groep. Dat je in de 88ste en 90ste minuut nog 2 goals kunt maken. Ja, en dat bijvoorbeeld Dilano als invaller nu ook weer zijn doelpuntje even meepikt. Dat heeft hij denk ik nodig. Ja, heerlijk. Maar hij was ook niet in het begin van voorbereiden was hij niet fit. Hij is nu fit aan het worden. Maar ook, kijk, je kunt ook inzakken als je 2-0 voor staat. Maar we hebben gewoon gezegd, we houden de druk erop. Ja, waar nodig zak je wel in. Maar dat je dan de laatste 5 minuten nog 2 goals maakt, ja, dat zegt ook wel wat over het team, denk ik. Wat verder ook wat over het team zegt, is de sfeer volgens mij. Jullie stralen echt één uit en de klik is er volgens mij. Ja, het is net of alle puzzelstukjes nu op hun plek vallen. Ja, klopt. Ja, wat voor rol spelen de trainers erbij? Ja, heel veel. Kijk, het is ook gewoon een perfect stijl, Herman en Marlon. De ene staat op de voorgrond, de andere op de achtergrond. Maar ook tegenover de spelers. De ene komt naar je toe, de andere gaat naar een ander toe. Ik vind het gewoon belangrijk dat je een goed doel hebt die voor de groep staat. Kun je ook kijken of aangeven waar ze in verschillen, zeg maar. Wat doet de een en wat doet de ander? Nou, Herman die staat natuurlijk op de voorgrond. Die legt alle duidelijkheden zet hij voorop. En Marlon die komt erachter en die vult dat altijd aan. Nou goed, dit is de start die je wilt hebben. Niet de fout maken om terug te vallen. Nee, 1 winst is natuurlijk nog geen kampioen. Je moet gewoon elke wedstrijd opnieuw benaderen. Dit zit met je ook wel in het team, dat je niet meteen op een roze wolk zit? Nee, we hebben 2 weken geleden nog 2-0 van Fit Boys verloren. Dus we weten dat het ook de andere kant op kan vallen. Je noemt het, was dat misschien wel even nodig? Nou ja, misschien wel. Kijk, we hebben daar elk seizoen hebben het daar lastig gehad natuurlijk. Dus ik weet niet, we speelden dat ook in het hoofd. Maar het is ook wel een keer goed om gewoon onderuit te gaan. Leer je ook van.